Ik heb overigens niet zo net zo lang gezeten als een van de andere voorzitters in het verleden. Het was niet de eerste keer dat iemand er kort zat. Maar ik was er gewoon heel lekker bezig en nog lang niet klaar. Je had nog meer willen bereiken bij de CER. Absoluut, ja. Uw opvolger, Mariette Hamer, die wordt gezien als een echte rasonderhandelaar. Bent u ook zo'n onderhandelaar? Nou, je rol als voorzitter van de CER is niet... Jij bent niet de onderhandelaar. Kijk, wat de CER doet, die probeert eigenlijk op moeilijke, politiek moeilijke, maatschappelijk moeilijke onderwerpen, proberen ze een optimum te vinden waar de belangen aan de ene kant van werkgevers en werknemers in verwoord kunnen worden. Maar daarin moet je wel compromis sluiten uiteindelijk natuurlijk. Ja, maar daarnaast ook dat de wetenschap ook verankerd is. Hè. Dus het is ook een orgaan wat juist ook op inhoud probeert het goede te doen. En dus ik zie het niet als een onderhandelingstaak en een ras onderhandelaar die dat moet zijn, maar meer iemand die moet zorgen dat die partijen die verschillende belangen hebben, en ook de wetenschap die daar een inbreng op heeft via de kroonleden, dat die in gezamenlijkheid het beste doen wat voor Nederland van belang is. En dus ik zie het veel meer als een, nou ik zal het toch veel meer als een dirigent dan als onderhandelaar. En zo, als je het voorbeeld van het energieakkoord neemt, ik onderhandelde niet, ik zorgde dat er een eindproduct kwam. En u zegt, u bent meer een dirigent. U heeft ook gezegd dat u echt een hart voor Nederland heeft. En de economische vitaliteit gaat u echt aan het hart. Bent u de eerste premier voor D66? Absoluut niet. Absoluut niet. Aangezien uw vader was een van de oprichters, of de tweede generatie oprichters van D66. Dus, ja. Maar u heeft geen ambitie om in de politiek te treden. Nee, zeker niet, niet in deze periode. Ik ben nu hier vol bezig met het leiden van Rabobank in een hele moeilijke periode. En ik denk dat dat, daar ben ik de voor mij overzichtelijke periode absoluut 100% mee bezig. Ik heb altijd wel op een of andere manier aan de politiek gesnuffeld. Hè. Dus ik kom ook uit een gezin waar de politiek aan tafel zat. Mijn vader was een van de vroege grondleggers van D66 en zelfs mijn overgrootvader is een van de grondleggers van de SDAP. Dus dat speelde altijd wel aan tafel. Mijn vader was ook Eerste Kamerlid voor D66. En ik heb er ook wel de affiniteit mee. Ik heb er ook heel veel respect voor dat mensen, wat mensen daar doen en wat ze proberen te bereiken. Maar ik heb ook wel vastgesteld dat voor mij is het ook wel van belang om zelf op inhoud te kunnen blijven concentreren. En ik heb wel eens het gevoel dat politiek vraagt ook dat je uiteindelijk echt te veel met belangen bezig bent. Terwijl ja. Ik ben toch veel meer door de inhoud gedreven. U wordt geen premier? Nee. Oké, okay, nou en na de CER bent u natuurlijk naar de Rabobank gegaan. Waarom denkt u dat ze u wilde hebben vanuit de CER om de Rabobank te gaan leiden? Nou, dat is een goede vraag. Ik heb me daar ook flink in verdiept. Want de vraag kwam nog niet eens zo heel erg lang geleden naar mij toe. En toen heb ik ook als eerste gezegd, van, weet je zeker dat je niet bankier wil? Want het is een bank en een bank heeft bankiers nodig. Dat zou ook mijn eerste gedachte zijn. Ja, en dus heb ik dat ook getest met ze. Van, ja. God, weet je het zeker? Ook in de eerste reactie gezegd, van, nou, kijk nou of je niet een bankier kan vinden. Maar uiteindelijk kwam de overtuiging wel dat er zijn heel veel goede bankiers. Maar wat Rabobank ook nodig had, is op een of andere manier weer de verbinding met de maatschappij, het herstel van vertrouwen, ook het begeleiden van een veranderingsproces, cultuurverandering in een sector die dat ook nodig had. En dat zijn allemaal ingrediënten die ik wel heb meegemaakt bij mijn tijd bij McKinsey en ook bij de CER. Dus ik denk dat dat uiteindelijk de doorslag gegeven heeft. En daar heb ik ook zelf wel affiniteit mee, dus dat voel ik ook zo. Ja, en alvorens uw aanstelling heeft u wel met ongeveer 50 man volgens mij om tafel gezeten, ja. Om uw aanstelling te bespreken. Heeft u dat gedaan om dan draagvlak te creëren, om een niet-bankier aan te stellen bij de Rabo? Nou, niet zozeer om draagvlak te creëren, maar wel om te testen van ja, heeft dit draagvlak? En ik wilde dus, ik heb gesproken met commissarissen, met mensen van lokale banken bij de Rabobank, met mensen die onmiddellijk toezicht hielden op de Rabobank, met de ondernemingsraad. En langs alle kanten heb ik getest van ja, ik kom van buiten. Dat was steeds de kern van het gesprek. Van ik kom van buiten, er is een hele grote agenda van verandering nodig. Zien jullie mij dat doen? Ja. En dat is positief afgelopen uiteraard. Ook u heeft een 3 maandse bankiersstoomcursus gevolgd volgens mij voordat u bij Rabobank kwam. Ja. Is dat bevallen? Zeer. Bent u nu een bankier na die 3 maanden? Ja. Wat is het belangrijkste dat u heeft geleerd in die 3 maanden? Nou, het mooie is, ik heb heel veel klanten gesproken en dat doe ik nog steeds. Uiteindelijk is een bank toch een partij die helpt klanten hun doelen te bereiken. En het was in die 3 maanden al heel mooi en nog steeds. Iedere week
heel mooi om daar te beginnen. En die klanten die hebben hele duidelijke behoeften. Die willen investeren in de groei van een bedrijf. Die willen de grens over of die willen een huis kopen. Die willen zekerheid, hun spaargeld beleggen. En daar kwam ook heel veel uit terug van wat nodig is. Hoe wij moeten veranderen. Dus nog wekelijks spreek ik weer met klanten om ook zelf de urgentie te voelen van wat wij moeten doen. We hebben uiteindelijk daar onze betekenis als coöperatieve bank. En daar moeten we ook weer naar terug. We moeten zorgen dat dat op orde is, dat het goed is. En dat het vertrouwen wat wij altijd hebben gehad, dat het gewoon weer de basis vormt van ons bestaan. Uw mentor bij McKinsey, die had u ontraden om voorzitter te worden bij de SER. Klopt dat? Nou, hij is heel veel geadviseerd en ook afgeraden. Ja, wat zegt u nu tegen hem nu u CEO van de Rabobank bent? Zegt u van lekker peur, dat is me toch gelukt? Nee, ik zou het hem ook willen vragen. Heeft u hem niet gevraagd? Nee. Oh. Nou, een beetje indachtig dat ik de vorige keer zei van dat moet je absoluut niet doen. Maar ik denk dat hij daar ook wel van zeggen dat het daar ook heel veel samenkomt. Dat de ervaring die ik heb, mijn karakter en ook mijn toewijding en ook wat ik gedaan heb bij McKinsey in de tijd dat hij mij nog kende. Wat ik sindsdien gedaan heb bij de SER, dat dat juist hier heel goed tot zijn recht komt. Dus ik denk dat hij dat positief zou adviseren. Ja, u heeft aangegeven dat het toch wel allemaal bij elkaar voor u komt bij de Rabobank. Wat u zelf inderdaad al aangaf is dat het imago van de Rabobank natuurlijk de afgelopen jaren niet per se verbeterd is. U trof eigenlijk een bank aan, een beschadigde bank natuurlijk, door de Libor-fraude. Wat wij ons afvroegen, hoe kan het nou zo zijn dat de Rabobank met toch een redelijk degelijk en suf imago in zo'n grote fraudezaak betrokken raakt? Ja, je vraagt over een periode waar ik niet bij was. Hè? Dus laat dat duidelijk zijn. En uiteindelijk dit soort dingen gebeuren in onderdelen van de bank en waarbij mensen op een of andere manier toch de incentives hebben gehad om daar betrokken bij te raken. En dat hebben we sindsdien op een fundamentele manier aangepast en gewijzigd. En ik heb me dus niet zozeer verdiept in van waarom heeft hij of zij dat gedaan, maar veel meer wat hebben we sindsdien gedaan om te zorgen dat dat niet meer mogelijk is. Maar het is toch wel van belang om te begrijpen waarom die mensen dat doen, om een oplossing te kunnen bieden uiteindelijk. Ja, dus je kijkt ook naar hoe kan je de cultuur zo maken dat dat in principe niet meer gebeurt. Hoe kan je de controle zo maken dat je toezicht houdt op datgene waar het zou kunnen gebeuren. Hoe zorg je ervoor dat je de processen zo hebt ingericht dat het eigenlijk bijna niet meer mogelijk is. En hoe zorg je dat je ook in de gesprekken en in de evaluatie en ook in de beloning het zo maakt dat er ook geen prikkel meer voor is. Dus langs allerlei kanten probeer je als het ware datgene wat wellicht ertoe geleid heeft dat een aantal mensen daarbij betrokken raakten, om te voorkomen dat die prikkel ontstaat. En daar ben ik vol mee bezig. Mijn excuses. Erg drukke baan natuurlijk, CEO van Namen. Wat wij ons ook afvroegen, we hebben ons ingelezen. Had ik je mijn antwoord gegeven? Was dat? Sorry, ja. Zeker. Maar heeft de Rabobank eigenlijk geld verdiend aan de Libor-rente? Want ik kan me voorstellen dat er natuurlijk wel inkomsten uiteindelijk uit het voorspellen van de rente zijn gekomen. Volgens mij, als je daarin duikt, is dat een ongelooflijk ingewikkelde vraag. En waar ik zeker het antwoord niet op kan geven. Maar de essentie van waar het om ging is, de Libor-rente is een rente die een indicatie is van wat alle betrokken marktpartijen op dat moment ervaren dat de rente in de markt is. Bijna elk financieel product heeft wel. Nee, dus dat mechanisme van het vaststellen van die rente, daar zijn heel veel banken bij betrokken en daaruit wordt dan een gemiddelde genomen. En dus wat één individuele bank daarin bijdraagt, kan volledig in de mix van het gemiddelde verdwijnen. Daar wordt de onderste kant en de bovenkant van afgekneden. Dus er is bijna niet een directe verbinding te maken tussen wat je zelf als individuele bank doet versus de uitkomst. Het is bijna niet onmogelijk om die vraag te beantwoorden. Het is niet om te ontwijken, maar het is gewoon technisch bijna niet mogelijk. Maar er is natuurlijk niet één bank geweest die die rentestand heeft beïnvloed. Het zijn meerdere banken geweest. En we hebben ook mailtjes gezien van Rabobankiers die een mailtje sturen naar een andere bankier van kunnen we vandaag de rente wat hoger doen alsjeblieft, want ik heb een grote deal voor de deur staan. Dus de Rabobank zal er vast en zeker aan verdiend hebben. Jij zegt dat, maar dat is heel lastig aan te tonen en ik was er niet bij en ik ben sindsdien met andere dingen bezig. U bent er niet bij, maar natuurlijk bent u wel binnen een bank gekomen die
die daaronder geleden heeft. Dus u heeft er natuurlijk ook wel over gelezen en heeft er ook heel veel over gehoord natuurlijk. Dus, nou, weet je wat ik met name, dat gaat me enorm aan het hart. Als je dan met klanten spreekt... Begrijpt u die woede? Dan begrijp je die woede, natuurlijk. Dan ervaar je wat het, zeg maar, bijna de loskoppeling van, wacht even, mijn Rabobank, en leg dat nog een keer uit. Dus die emotie, die herken ik volledig en die heb ik ook veelvuldig aan... Wat zegt aan u dan tegen die klanten? Nou, dat ik die emotie begrijp en dat ik me dat kan voorstellen, dat ze daar boos, teleurgesteld, vragen over hebben. Maar dat we sindsdien dus alles aan gedaan hebben, en ook echt alles, om te zorgen dat dit soort dingen niet meer kunnen voorkomen. En niets kan je garanderen, maar wel de intentie waarmee je dat aanpakt en de systematische benadering die daarop toepast. En nog regelmatig, echt regelmatig, word ik weer bijgepraat over de voortgang van al die inspanningen. Dus als je dat doet en tegelijkertijd luistert en bereid bent met klanten erover in gesprek te gaan en uitlegt wat de echte intentie is waar we nu mee bezig zijn, wat we daaraan gedaan hebben, maar ook dat het uiteindelijk echt niet past bij wie we zijn, dan hoop je dat na verloop van tijd dat vertrouwen weer terug te halen is. Daar kan je niet om vragen, dat moet je verdienen. En dat zal een proces van jaren zijn. Maar dat kan je alleen maar verdienen door in die jaren in principe het goede te doen en het de goede willen doen. En dan ervoor zorgen dat je dat soort fouten, dat die je niet meer overkomen. De Rabobank heeft een boete betaald voor die Libor affaire, of ze hebben geschikt. Had dat geld niet beter naar de klanten terug kunnen gaan, om de klanten te compenseren voor te hoge rentestanden? Ja, ik vind dat een beetje een gemakkelijke veronderstelling. Kijk, we hebben uiteindelijk een boete betaald, een enorme boete. Nou ja, de winst was 2 miljard, dus... Nee, er is niet een winst... Er is niet een winst te halen erop. Kijk, wij maken als bank... De Rabobank. Ja. Dan betaalt u een boete in één keer af. Met één jaar heeft kunt u in principe die 2 miljard jaarwinst die u heeft, min die 750 miljard ongeveer. Ja, dus als je het wil verhouden aan de winst die je als bank als geheel maakt, kan je zeggen, het past erin. Maar die winst die hebben we ook nodig om onze kapitaalverschaffers uiteindelijk te kunnen betalen op de investering die ze in de Rabobank doen. Dus... Het is niet zo dat je die winst als winst kan houden. Die gaat naar de investeerders die uiteindelijk geld in de bank steken om jou te laten doen wat je moet doen. Wat misschien goed is, we hebben dus geboet voor die fouten. We hebben sindsdien ook alle maatregelen getroffen om dat te corrigeren. En ik ben binnengekomen in een fase dat nog steeds de pijn was nog voelbaar. En dus ook mijn opdracht om niet alleen te zorgen dat alles wat daarvoor nodig is, dat het gedaan wordt. Maar ook dat we weer gaan bouwen aan het fundament waarop dat vertrouwen weer terugverdiend kan worden. Dus jullie vragen door op een onderwerp, wat ik begrijp het. Maar ik ben binnengekomen om naar voren toe te werken aan het herstel van vertrouwen op basis van in principe het goede doen. En ervoor zorgen dat je geen fouten maakt. Nou, dat goede is onder andere terug te vinden in de cultuuromslag die u door de Nederlandse Bank werd opgelegd na de Libor. De Libor werd dus eigenlijk veroorzaakt door een groep van 30 Rabo-medewerkers. Blijf maar doorgaan over... Ja, precies. We gaan nu naar de cultuurverandering. In ieder geval, wat er nu aan het veranderen is bij de Rabo, is de cultuur. Maar de hele Rabo, de bank, moet een cultuurverandering ondergaan door 30 medewerkers die Libor hebben gemanipuleerd. Nee, dat is niet de goede manier van kijken. Kijk, de hele financiële sector is betrokken geweest bij de grootste crisis die we in decennia hebben doorgemaakt. De hele financiële sector heeft... in inherent een aantal cultuuraspecten gehad die we nu met z'n allen moeten aanpakken. En ook de Rabobank moet een cultuurverbetering, verandering ondergaan om te zorgen dat dat soort dingen nergens kunnen voorkomen. Niet alleen in een trading desk ergens in één deel van de bank, maar ook niet in de handelwijze van andere medewerkers van zo'n grote bank waar om en nabij de toen nog 65.000, inmiddels 55.000 medewerkers werken. Dus cultuurverandering is iets wat iedereen raakt. Waar begin je nou als je zo'n programma start om de cultuur te laten veranderen binnen de bank? Nou, je begint bij de top. Je begint bij mij aan tafel met te definiëren van wat willen we nou eigenlijk, hoe willen we met elkaar omgaan en wat willen we qua houding en gedrag veranderen in de manier waarop wij ons gedragen en vervolgens waarop je ook verwacht dat de rest van de organisatie zich gedraagt. En wat we gedaan hebben is eigenlijk een programma gestart waarbij uiteindelijk bijna alle medewerkers in aanraking komen met een gesprek over... Wat is het goede gedrag? Hoe doen we het vandaag en hoe zou het anders moeten? Het tweede wat je doet is, je zorgt ervoor datgene wat je zelf doet, hoe je jezelf gedraagt, waar je mee bezig bent, waar je aandacht aan geeft en waar niet, helemaal consistent is met dat gedrag wat je uiteindelijk wenst dat de bank als geheel heeft. En tenslotte kijk je, los van het gesprek erover en je eigen gedrag,
kijk je naar hoe zijn de prikkels nu? Hoe richten die prikkels zich op het gedrag wat je wenst? En is dat een proces van jaren of maanden? Of? Nou, je moet, uit ervaring weet ik dat het daadwerkelijk fundamenteel veranderen van gedrag, dat kost een aantal jaar. Maar je kan in sommige omstandigheden kan je daar snel een stap in maken door de grote urgentie of door heel snel en gericht het aan te pakken. Ik hoop dat we allebei doen. Dat we aan de ene kant fundamenteel doorpakken en dat het uiteindelijk het herstel is van het eigenlijk de kern van die Rabobank zoals het geweest is. Het gedrag wat daarbij hoort. Maar ook dat we dat doen op een manier die past bij de omgeving van de toekomst. Waarbij ook weer op een nieuwe manier met klanten wordt omgegaan. En wat gaat de burger ervan? Ik ben Rabobank klant. Wat ga ik ervan zien over een paar jaar? Van die cultuurverandering? Of merk ik er zelf eigenlijk niets van? Maar is dat meer intern? Nou, ik hoop dat je het eerder gaat merken. En dat je merkt dat uiteindelijk, wij zijn een bank die begint in de maatschappij. Wij zijn een maatschappelijke onderneming. Wij zijn in primair daarvan dichtbij die klanten en dichtbij de zorg voor die klanten. Als ik, waar ik ook in de wereld ben, of in Nederland of in het buitenland, praat met klanten van waarom ben je nou eigenlijk bij de Rabobank? Wat is nou, wat bindt jou aan ons? Dan gaat het heel vaak over het feit dat het de personen zijn dichtbij, dat we in de buurt blijven als het moeilijk is. Dus als een klant het moeilijk heeft, blijven wij bij die klant om te zorgen dat hij ook in een moeilijke periode gesteund wordt. En uiteindelijk dat we ook nog een keer een maatschappelijke boodschap hebben. We zijn betrokken bij de omgeving van die klant. We willen graag dat die economie waarin die klant functioneert goed is. Dus als jij zegt, wat zien wij er nou van als ik als klant, wat zie ik ervan? Dan hoop ik dat je ook in de komende jaren zal zien dat wij in de buurt blijven, dichtbij. Dat wij ook jou helpen op het moment dat het wat moeilijker is. En dat we uiteindelijk ook nog een keer iets doen aan de omgeving, de maatschappij waarin we zitten. Op een manier waarop je denkt, van goed dat jij denkt, goed dat de Rabobank dat daaraan verbonden is. U zegt, de Rabobank blijft heel graag dichtbij. Nu kom ik uit een klein dorpje, zegt zo'n 2000 inwoners, in het noorden van Limburg. En Daar stond een Rabokantoor. Daar stond een Rabokantoor inderdaad. Daar heeft een Rabokantoor gestaan. Nu niet meer. Dus wat de mensen in de dorpen vaak zeggen, hè, de Rabobank, je gaat juist steeds verder weg. Die blijft niet meer lokaal. Ik ben nu naar Venray toe. Dat is een wat groter dorp in de buurt. Om naar de bank te kunnen gaan. Om mijn geld te storten. Snap ik. Ik begrijp wat je bedoelt. Maar wij... Laat je een voorbeeld. We hebben meer kantoren dan er in Nederland politiebureaus zijn. Wij zitten dichter bij die lokale gemeenschappen dan eigenlijk welke landelijke organisatie dan ook. Toch is het zo dat als je kijkt over de afgelopen 10 jaar en je neemt het bezoek van klanten aan banken, aan fysieke bankgebouwen, van 10 jaar terug naar 3 jaar terug, is het met een factor 100 gedaald. In de afgelopen 3 jaar is het nog een keer met een factor 100 gedaald. Dat is ook een realiteit. Dus wij moeten als het ware opnieuw gaan vormgeven dat we dichtbij zijn. Maar de oude manier van overal maar bankgebouwen neerzetten waar mensen dan naartoe moeten komen om dichtbij te zijn, dat is eenvoudigweg niet meer houdbaar. Dus daar hebben mensen ook best begrip voor als je het uitlegt. Maar er zijn best dorpjes in Noord-Limburg of elders in het land waarbij wij als laatste besluiten om dan daar dat niet te doen via een bankkantoor, maar op andere manieren. En dan ben je degene die ook dan de kritiek ontvangt van jullie sluiten nu ook nog een keer je bankgebouw. In zekere zin is het ook een maat van hoe dichtbij we nog zijn. Maar is het ook voor mij de opdracht van kom dan met nieuwe manieren om dichtbij te zijn. Desnoods ga je er met een bus langs of kom je er bij mensen thuis of je vindt andere vormen om dichtbij te zijn. Dichtbij is niet meer het fysieke Rabokantoor. In ieder geval het gevoel. Het is het gevoel. En dus dat doe je op 2 manieren. Dat doe je door de wat we noemen virtuele dienstverlening via je app of via je computer, via je iPhone. Om dat zo goed mogelijk te maken, praktisch, handig. Maar op het moment dat je een adviesgesprek hebt, advies nodig hebt, moet je er fysiek dichtbij kunnen zijn. Dus die beide twee dingen moeten wij optimaal kunnen leveren. En dat zullen wij altijd doen op een manier dat wij in principe het dichtstbij zijn. Maar is dat dan niet pijnlijk voor de Rabobank? U zegt zelf, de Rabobank heeft meer bankkantoor dan de politiebureaus in Nederland. Ja. Kost dat dan niet veel banen als er zoveel filialen moeten gaan sluiten? Kijk, uiteindelijk, dat kost ook banen. Dus als je ziet dat het gedrag van klanten niet meer rechtvaardigt, dat je overal mensen hebt zitten in grote bankgebouwen of kantoren, dan moet je daar een correctie. Dat begrijpt mensen ook wel. Dat is pijnlijk, maar daar moet je dan doorheen. De kunst is om dat wel weer aan te passen en te verbeteren door middel van betere virtuele dienstverlening en andere rollen waarbij je wel in de buurt blijft. Maar mensen begrijpen die verandering. Het is ook het gedrag van de maatschappij waarop wij reageren, in plaats van dat het alleen maar kosten is. Okay. We zien een steeds verdergaande digitalisering inderdaad bij de banken, zegt u nu ook. Denkt u dat er over een tiental jaren dat er nog maar een paar kantoren zijn per provincie bijvoorbeeld en de rest gaat alles digitaal?
Nee, ik denk dat er... Kijk, we richten nu ongeveer op 400 kantoren, geloof ik. Ik denk dat dat een punt is waar je op uitkomt. Maar het kan nog best wel wat minder. Maar ik zie eerder andere kantoren terugkomen. Dus andere adviesplekken waar je in contact kan komen met zo'n klant. Maar niet meer dat fysieke gebouw wat 5 verdiepingen hoog is en waar bovenaan op de gevel Rabobank staat. Maar wel een andere vorm van fysieke aanwezigheid. En wie weet wordt het wel veel meer dan 400. Misschien gaan we weer naar 1000 contactpunten, ik weet niet. Maar daar moeten we naar op zoek. Ik weet in ieder geval wel dat het in andere vormen gaat, lichtere vormen. We gaan het zien de komende jaren met de vorm van de bankkantoren. Volgens mij hebben we een... Jasper, hebben we een vraag uit het publiek? Of? Ik had even een vraag over het coöperatief bankieren. Op dit moment is natuurlijk de structuur dat er heel veel banklicenties zijn bij de Rabobank. Als die straks weggaan, wat maakt de Rabobank dan nog anders dan de ABN en de ING? Ja, dus als je naar 1 banklicentie zou gaan, ben je dan nog een coöperatie? Ja. Nou, kijk, de wezen van de coöperatie zit hem helemaal niet in die banklicentie. Dat zit hem in dat je een verbinding hebt met leden. Leden die invloed kunnen uitoefenen op de bank. Die dicht bij die bank ook voelen dat zij daar vertegenwoordigd zijn. Dat blijft. Dus je bent eerder een coöperatie doordat je uit het belang van die lokale gemeenschap via leden invloed kan uitoefenen op de bank. Dat zullen wij niet veranderen. Wij zijn een coöperatie, wij blijven een coöperatie. Maar hoe je zo'n coöperatie vormgeeft, dat is echt wel, dat moet je aanpassen aan de tijd. Aan de vereisten van de financiële markten, aan de vereisten van toezichthouders. Maar hoe je zo'n coöperatie dan bouwt, die zal altijd erop gericht zijn om dicht bij die leden te staan, dicht bij de mensen die invloed willen uitoefenen op de bank zelf. De tweede dimensie van een coöperatie is ook dat je... Wij zijn er om die economie te laten werken. En in Nederland verlenen wij ruwweg iets meer dan 40% van alle kredieten aan het bedrijfsleven in Nederland. Een coöperatie is daarmee een spiegel van de economie. En dus wij zullen ook als coöperatie altijd willen proberen die economie te laten werken. Dat is ook een coöperatie. De coöperatie is ontstaan heel lang geleden doordat er welgestelde boeren waren die bereid waren om minder welgestelde boeren te laten investeren in een verbetering die ze nodig hadden. Het was een economische oplossing in een moeilijke economische context. Een efficiënte economische oplossing. En dus ook daar hebben we gezegd, we moeten terug naar het wezen van de coöperatie. De betekenis van de coöperatie ligt in een betere oplossing voor een economische ontwikkeling van een gebied, van een regio, van een maatschappij, van een stad. Dat zal altijd zo blijven. Wij zijn een coöperatie uit de aard van wat we doen. Niet omdat we een banklicentie hebben op 120 plaatsen. Dank u wel voor de vraag. Het is mij nog niet helemaal duidelijk. Wat is nu precies, een paar zinnen, het exacte voordeel van een coöperatie ten opzichte van een normale bank? Nou, het exacte voordeel laat zich niet zo beantwoorden in die vorm die jij vraagt. Maar er zijn wel een aantal voordelen en ook een aantal... Het is ook goed dat er coöperaties zijn naast andere banken. Ik heb ook heel veel respect voor andere bankvormen. Maar wij zijn niet uit op winstmaximalisatie. Wij willen een gematigd winstniveau waarmee je je kapitaal kan versterken. Want een coöperatie kan niet naar de kapitaalmarkt om zijn kapitaal te versterken. Wat nu toch met de toezichthouders heel erg van belang is. En dus je moet een zeker winstniveau halen om je kapitaal te versterken. Dat is de manier waarop een coöperatie op lange termijn stabieler wordt. En dat zijn wij altijd geweest en dat moeten we blijven. Maar los daarvan zeg je, wij willen eigenlijk die dienstverlening aan die klanten willen we ook verankeren in betrokkenheid. Ze kunnen invloed uitoefenen op wat die bank mee bezig is. En dat houdt je heel dicht bij die klanten waar je eigenlijk voor bent. Dus waar een andere bank misschien de kortere lijnen heeft met winstmaximalisatie, hebben wij het veel dichter op het belang en de interesse in die klanten. Een tweede dimensie wat misschien goed is om je aan te geven, want ik ben erg voor de diversiteit van bankentypes. Als je kijkt naar hoe die coöperaties in Europa door de crisis zijn gekomen over de afgelopen 5 jaar, dan zijn die eigenlijk gemiddeld genomen stabieler en positiever door die crisis heen gezeild. Terwijl andere banken enorme slingers maakten in eerst heel hoog en daarna heel laag. En vervolgens weer omhoog krabbelen. Maar hoe komt het dan dat de coöperatie zich zo weet te onderhouden? Nou, er zitten kennelijk toch in het mechanisme zitten voldoende terugwerkende kracht, zelfcorrigerend vermogen om te voorkomen dat je al te ambitieuze plannen ontwikkelt. Die ook maken dat je dus niet dingen doet die in hoogtijdagen zeer winstgevend zijn, maar dan in de neerwaartse periode weer heel veel verlies creëren. Dat matigende van een coöperatie, jij zei net een beetje saaie uitstraling, dat is ook de essentie. Je probeert te doen wat in wezen goed is, lange termijn oriëntatie, maar niet op korte termijn wilde sprongen. En dat ervaar ik ook nu ik binnen ben.
Maar er verdwijnen heel veel filialen in Nederland. Gaat dan niet de bank weer naar de centrale in Utrecht als het ware? Dat het niet echt meer een coöperatie wordt van meerdere bankkantoren, maar dat we gewoon één centrale bank krijgen? Nee, ik ben daar niet bang voor. Ik denk dat de discussie die we nu hebben over de verandering van de structuur van de Rabobank, die zorgt er juist voor dat we aan de ene kant een betere bank worden, met één bankbalans en een doel om dat allemaal beter en strakker te kunnen regelen, want dat is ook nodig. Vanuit de toezichthouder, vanuit de kapitaalmarkten. Maar aan de andere kant juist heel dichtbij die lokale coöperaties versterkt. Dus mijn hoop en mijn ambitie is ook bij die verandering die nu voor ligt. En dat is best spannend, want dat zit je toch een beetje aan, zeg maar, doe je bijna een zenuwoperatie op een mens. Het wezen van de bank raak je met die discussie. Maar uiteindelijk moeten we kunnen zeggen, het is een betere bank en een betere coöperatie geworden. Ja, beter, wat wordt het dan beter? Nou, beter is bijvoorbeeld dat die lokale banken, dat die nog meer vrijheid voelen om die lokale markt te bedienen. Dat ze daar als ondernemende lokale bank maximaal op gericht zijn. Dat ze niet heel veel tijd worden lastiggevallen met allerlei overige verplichtingen die een bank ook heeft. Bij financiering, bij toezicht en dergelijke. Nee, ze zijn lokaal georiënteerd en ze hebben een lokale verbinding met die lokale coöperatieve vereniging. En de ledenraden en de leden die daar zijn in die lokale markt. Daar kan je ze nog meer in versterken. En dus door een betere bank te worden kan je dat beter faciliteren. Met lage kosten voor kapitaal. En met een goede IT-infrastructuur kan je zorgen dat ze virtueel heel goed georganiseerd zijn. Dan maak je dus uiteindelijk een bank die lokaal veel beter nog dan vandaag. Datgene kan doen voor klanten, met leden. Maar een coöperatieve bank is natuurlijk een bank die uit meerdere banken bestaat, zeg maar. Is het niet juist beter om een hele duidelijke eenheid van beleid te hebben en ook misschien wel beter voor de kosten, aangezien als u allemaal verschillende banken heeft, hebben natuurlijk allemaal managers en directeuren, dat kost allemaal geld. Een ABN AMRO heeft dat bijvoorbeeld niet. Nee, dus in de afweging van hoe wil je jezelf vormgeven, vinden wij dat we juist die lokale betrokkenheid ook uitzicht doordat die bank in de lokale markt talent kan aantrekken en dat de mensen die er werken ook een verbinding hebben met die lokale omgeving. En daar ben je dan bereid, wij zijn niet voor winstmaximalisatie, ben je bereid om dat ook te accommoderen. Dat je daar mag wat kosten. Mag wat kosten in een coöperatieve context. Uiteindelijk moet je kunnen zeggen, dit is een betere oplossing. Maar tegelijkertijd moet je ook, en dat is waar ook een deel van de discussie over gaat, datgene waar je zo'n bank mee kan ontlasten, wat je beter kan doen in gezamenlijkheid, moet je gewoon heel goed kunnen aanleveren. En dat moeten we ook invullen. Zijn er nog meer nadelen aan de coöperatie ten opzichte van andere banken? Nou, ik zie eigenlijk weinig nadelen. Ik geloof niet dat ik heel veel nadelen heb. De kosten dan, maar... Nou, dus, ik vind niet. Dat dus geen nadeel. Ik vind dat is een versterking van de coöperatie. Dat je zo dichtbij bent, vind ik een voordeel. En dat je dat kan voorloven, vind ik geen nadeel. Dat is een voordeel. Maar zijn er wel nadelen? Nou, kijk, wat je merkt is dat besluitvorming in een coöperatie gaat lang niet zo snel als in een strakke, hiërarchische bank. Ik ben, en ook met mijn ervaring bij de CER, toch wel van overtuiging geraakt dat het uiteindelijk ook dat een nadeel is wat een voordeel wordt. Want wat je doet is, als je een besluit wil nemen wat wezenlijk is, dan ga je op zoek naar draagvlak voor zo'n besluit. En als je dat dan hebt, gaat de implementatie veel sneller. Dus de structuur maakt als het ware dat je veranderingen echt moet doorspreken. En als ze er dan besproken zijn en je hebt de beslissing, kan je ook veel sneller aan de slag. Dat is ook waar voor Nederland. Dat hebben we ook met de CER, heb ik aan levende lijf ervaren. Het kost heel veel tijd om een unaniem advies te maken waar alle partijen dan in meegaan. Maar als je dat hebt, heb je ook een koers die niet meer aanvechtbaar is. Maar zorgt dat dan niet voor een logge en trage besluitvorming? Het zorgt voor een langzamer besluitvorming, maar daarmee beter, met meer checks en balances en met meer draagvlak als je eenmaal een moeilijke besluit genomen hebt. Dus ik denk aan het eind van de rit, dat geldt ook voor Nederland als geheel, dat is ook als kritiek op Nederland, dat wij als land ook langzaam besluiten nemen. Als je kijkt naar de daadwerkelijke verandering die in Nederland plaatsvindt, of het nou in sociale zekerheid is, in leeftijd waarmee mensen met pensioen gaan, dan blijkt als we dan uiteindelijk die beslissing genomen hebben, na heel veel overleg, dan gaat de verandering eigenlijk veel sneller dan in het buitenland. Dus het overleggen duurt wel langer, maar uiteindelijk is het resultaat gaat veel sneller. Ja, dus ik ben uiteindelijk overtuigd geraakt van, dat is echt waardevol, die vorm is waardevol, kost wat meer tijd, maar dan heb je ook een beter resultaat. We hebben een publieksvraag. Ja, ik heb toch nog één vraag over die coöperatieve structuur. Ik denk dat jullie daar in het verleden inderdaad heel erg gebaat bij zijn. Maar ik vroeg me toch inderdaad af in die globaliserende dynamische wereld of dat echt een duurzaam bankiersmodel is. Anno nu, maar ook zeker voor de recente en iets verdere toekomst. Ja, is een goede vraag.
Want voor een deel zie je dus hele grote delen van de economie zie je globaliseren. En dan moet je ook als bank daarin mee kunnen en klanten over de hele wereld kunnen bedienen. We bedienen ook klanten over de hele wereld. Tot en met Nieuw-Zeeland, Australië, Azië, China, Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Dus de coöperatie is echt een organisatievorm voor Nederland. En dus je moet aan de ene kant moet je die klanten wereldwijd kunnen bedienen en in de dynamiek die dat oplevert. En die coöperatiestructuur is eigenlijk een zelfcorrigerend vermogen wat vanuit Nederland verankerd is. Het tweede waar je ook mee te maken hebt, is dat zijn lokale banken. Dus om heel banaal te zijn, ik spreek met klanten die dan verhuizen van de ene stad naar de andere. En dan moeten ze van de ene lokale bank naar de andere lokale bank. Dat is best wel eens onpraktisch. Dat kan natuurlijk niet. Dus je moet die coöperatieve verankering houden. Maar je moet er wel voor zorgen dat klanten naadloos mee kunnen over de grenzen. En dat is onze opdracht. Daar moeten wij voor zorgen. Maar als je dat kan regelen, dan heb je en de verankering en de globale dienstverlening. En dat is natuurlijk uiteindelijk waar we naartoe moeten. Aspect, is het een duurzaam model in uw ogen? In mijn overtuiging absoluut. Dankjewel. Is het niet zo dat de Rabobank internationaal een hele aparte afdeling is? En dat heeft niets te maken met de Nederlandse activiteiten? Nee, we hebben dus, dat we zeggen ten dele, we hebben dus dochters in het buitenland. Die acteren in het buitenland, banken in Australië, in Indonesië, in Amerika. Die koppelen aan de internationale organisatie van Rabobank, maar het zit allemaal samen in Utrecht. En is naadloos verbonden in één Rabobank. We hebben dus één divisie die gaat over Nederland. En één divisie die heet Wholesale, Rural and Retail. Dat betekent dus alle wholesale bankieren en alle bankieren voor food en agri in de wereld. Is één organisatie. Deels Nederland, deels internationaal. Dus die zijn wel heel sterk verbonden. Dus zeg maar internationaal is het ook een soort van coöperatieve structuur. Ieder land is weer een... Nee, dus internationaal zijn we geen coöperatie. Althans niet in de governance kant. Wat we wel doen is de betrokkenheid aan klanten is eigenlijk op dezelfde manier georganiseerd. Dus als ik in Australië ben, dan houden we daar op dezelfde manier klantenpanels en klantenbetrokkenheid en klantennetwerkinitiatieven als we dat in Nederland doen vanuit die coöperatieve gedachte. Dus ik denk dat we qua economisch model dat absoluut doen. Maar qua governance structuur is Nederland de coöperatie en die heeft een aantal activiteiten in het buitenland die daaronder hangen. Maar is dat niet moeilijk dan als de ECB bijvoorbeeld, die streeft toch naar geharmoniseerde regelgeving. Is het dan niet moeilijk om maatwerk te moeten toepassen voor elke bank omdat ze een andere bestuursvorm hebben? Nou, we zijn net overgegaan naar het Europese toezicht van de ECB in november vorig jaar. En die eerste gesprekken gaan er wel over van, wij zijn een coöperatie. Hoe zit u in elkaar? Hoe werkt het elkaar? En dan moeten ze niet alleen ons begrijpen, maar dan ook nog een keer al die andere coöperaties. En die zijn ook coöperaties, maar als je er dan met een vergrootglas naar kijkt, zijn ze net even anders. Dus zij zijn best op zoek naar wat zijn nou de verschillen die eigenlijk, laten we zeggen, een beetje idiosyncratisch zijn, een beetje typisch. En welke van die zaken zijn gelijk en zou je willen versterken? Ik merk heel erg bij hun ook de waardering voor die diversiteit in Europa van verschillende banktypes. En ook ze willen daar wel extra tijd aan besteden. Ze willen daar extra tijd aan besteden. Ik denk dat ze ons ook wel gaan helpen met te identificeren welk deel van die vorm die je nu hebt is folklore en welk deel is functioneel. En je ziet toch wel dat een deel van de veranderingen die over tijd zijn toegepast, die zijn reacties op wat gebeurd is. En dan krijg je een aanpassing die dan uiteindelijk, als je alles bij elkaar optelt, niet eenvoudig meer is. Dus de verandering die we nu inzetten, hopelijk, moet er ook toe leiden dat het eenvoudiger is, gegeven dat het een coöperatie is. Ik zie dat we weer een publieksvraag hebben. Ja, mijn vraag is... doet hij het? Ja? Oh, nou, hij komt. Ja, perfect. Ja? De geluid van Rente. Kijk nu wel. Ja, heel goed. mijn vraag is een beetje of het coöperatief bankieren vandaag de dag meer marketingpraatje is. Of dat het ook echt laat zien in de balans. Dat uw balans of het portfolio van de Rabobank er echt daadwerkelijk anders uitziet dan van de ABN of van de ING. Ja, nou, het is absoluut een wezenskenmerk van de bank. En ik merk het bij de medewerkers en ik merk het ook bij de activiteiten en ik merk het bij de klanten. Dus het is iets wezenlijks. Als jij nou zou zeggen, ik neem een balans van één bank en een andere bank en ik vraag jou te identificeren welke hoort bij een coöperatie, dan was dat eigenlijk voor de crisis was dat een fundamenteel verschil. Want toen zag je dat wij een veel grotere stabiliteit hadden in die balans dan andere banken. Die waren veel verder geleveraged dan wij dat waren, omdat je als coöperatie stabieler moet zijn en wil zijn. Inmiddels heeft de regelgeving een heleboel vereisten opgelegd waarbij eigenlijk iedereen omhoog gedreven wordt. En dat relatieve onderscheid in termen van leverage ratio en stabiliteit van kapitaalratio's,
herken je niet meer zo terug in de hoofdkenmerken van een balans. Wel in de vormen van financiering. Dus wat staat er, het eigen vermogen, waar bestaat het uit? Is het een aandeel of is het een certificaat? Dus als je met een vergrootglas kijkt, zie je het wel. Ik denk alleen dat dat niet echt een goede vraag is. Ik denk dat de vraag moet zijn, hoe zie je nou uit de aard van wat je doet? De motivatie, de strategie, de keuzes, hoe mensen zich gedragen. Hoe is dat anders dan een andere bank? En daar zie je toch wel dat in wezen iedere medewerker doordrongen is binnen de Rabobank van het feit dat wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Wij zijn er voor die maatschappij, om die maatschappij te laten draaien. En daar komen een heleboel keuzes uit die we anders nemen dan bij andere banken. Verschilt u daar dan in met andere banken? Dat die niet echt bezield zijn met dat maatschappelijk... Kijk, ik denk dat ze daar een eigen woorden voor zullen hebben, maar ik ben in ieder geval van overtuigd dat wij het hebben en dat het ook voor ons voor een belangrijk deel het bestaansrecht vertegenwoordigt. Dus we hebben ook in de strategie die wij neerzetten, hebben we gezegd, er zijn vier elementen die wij goed moeten doen. En eentje daarvan is, één van de vier is, wij moeten een bezielde coöperatie zijn. Daar moet een betekenisvolle invulling aan gegeven worden. Dat begint bij een agenda voor wat heeft Nederland nodig, wat heeft Food & Agri in de wereld nodig. Hoe lossen wij het wereldvoedselprobleem op? Hoe kunnen wij een bijdrage daaraan leveren? Dat begint bij een maatschappelijke vraag. Dat vertaal je dan vervolgens naar prioriteiten. En dat vertaal je dan naar keuzes en stappen. En producten en initiatieven. Dus wij hebben één van de vier hoofdthema's is. Hoe worden wij weer een betekenisvolle coöperatie in alles wat we zijn? Als je nu naar een lokale bank gaat. Die hebben allemaal in hun eigen omgeving. Bijna iedere sportvereniging heeft wel een sponsoring van de Rabobank. Dat is niet een marketingverhaal. Dat is omdat die lokale bank ervaart dat maatschappelijke initiatief de moeite waard is om te steunen. Daar zijn we door gedreven. En daar geven we ook een heel groot deel van ons winst aan uit. En het imago wilt u er weer bovenop? Niet zozeer om het imago, maar omdat we uit onze aard dat belangrijk vinden en willen doen. En dat het imago daar vervolgens op volgt, dat komt erbij. Dat doen we niet vanwege dat effect, maar vanwege de betekenis. Maar als u zegt dat het vooral gaat om maatschappelijke relevantie, dan zou je toch ook moeten zien dat de Rabobank bijvoorbeeld veel meer investeert in midden- en kleinbedrijf. En dat doen we ook. Ja, is dat zo? Ja, wij zijn veruit de grootste bank in het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Maar dan ook veruit. En dus is dat ook iets dat zie je terug. Het zijn lokale ondernemingen die weliswaar groeien en dan gaan we met ze mee naar landelijk niveau en internationaal. Maar in essentie is de Rabobank eentje die met particuliere en lokale MKB-bedrijven, dat is onze footprint. Dat zal zeker zo blijven, ja. Ja. Dank voor je vraag. We gaan heel even nog terug naar niet naar de Libor-fraude, maar wel naar die imago-schade die de Rabobank heeft geleden. Naast Libor zijn er namelijk ook nog meer problemen waar de Rabobank mee is geconfronteerd. De Rabobank zou haar zorgplicht geschonden hebben. Dat is laatst uitgesproken door de rechter volgens mij, met de verkoop van rentederivaten. Aangezien de Rabobank had de risico's niet goed weergegeven voor de klanten. Nu, u bent aangesteld als CEO van de Rabobank. Komen er nog meer lijken uit de kast? Nog meer erfenis uit het verleden? Nog meer problemen? Nou, kijk, je verwijst naar een uitspraak van een rechter in één zaak. Er zijn er in totaal een stuk of vijf waar nu een uitspraak geweest is. Eén daarvan is in deze manier uitgevallen, vier anders. Laat ik het zo formuleren. En zelfs deze uitspraak, daar kan je als je er met een vergrootglas naar kijkt nog wat nodige aan nuance uitlezen eerder dan wat jij nu voorleest. Maar het is absoluut zo dat als je als maatschappelijke bank actief bent, maak je ook fouten en die moet je gewoon corrigeren. En dus mijn insteek is om, als er domeinen zijn waarbij wij fouten gemaakt hebben, dan moeten we dat gewoon corrigeren. En dat zullen we doen. Ik kan niet garanderen dat er niet nog andere onderwerpen zijn die ook nog weer aan de orde komen. Kijk, als je zo'n manifeste, zo'n aanwezige, toonaangevende bank bent en wil zijn, dan ben je overal bij betrokken. Als er dus een moeilijke cyclus is in een moeilijke sector waar het even lastig is, daar zijn wij, want wij zijn deel van die sector. En dus zal je wel vaker ook in de toekomst, als er een sector in de problemen is, zijn wij daar op een of andere manier in, want wij proberen dat juist te ontwikkelen. Dus ik maak me geen illusies dat we niet nooit meer problemen zullen hebben. Mijn insteek is dat als wij moeten met de best denkbare intenties dat aanvliegen. Als wij fouten maken, zullen we het corrigeren. Ah, als u fouten maakt, zult u het corrigeren. U heeft net aangegeven dat u wel dat de Rabobank een van de grootste actief is op het gebied van MKB. En heel veel van die MKB-bedrijven die hebben dus een rentederivaat bij afgesloten. Ze hebben een lening geplaatst waarbij zij van u een vaste rente kregen in plaats van een variabele rente. Nou is dat vaak voor de crisis gebeurd. En na de crisis zijn de rentes, zoals we allemaal weten, wel heel erg gedaald.
En daardoor zijn toch veel van die MKB-bedrijven onder water komen te staan. Nou, dat is feitelijk niet juist, hè? Maar even... Ze hebben geen negatieve marktwaarde, de rentederivaten? Nee, kijk, wat er gebeurt bij zo'n rentederivaat is dat je eigenlijk spreekt af. Je wil, waar je variabele rente kan hebben, kan je ook zeggen, ik wil hem vast. En dan is wat er dan gebeurt, is dat de rente vast is. Dus als dan de onderliggende rente daalt, krijg je eigenlijk als klant het tegenovergestelde ook mee te maken. Want netto moet het zich gedragen als een vaste rente. De reden dat op een bepaald moment natuurlijk heel veel klanten daar ook best wel geïnteresseerd in waren, is omdat die rente was al laag. Met een onzekere economische ontwikkeling lag het misschien wel voor de hand om dat juist vast te leggen, omdat de kans ook bestond dat de rente omhoog zou gaan. Als de rente omhoog was gegaan, was het precies andersom geweest en was natuurlijk een heel andere situatie ontstaan. Dat is de essentie van het product. En dus is dat ook in heel veel situaties is dat ook waar mensen naar op zoek waren en wat ze ook gekregen hebben. Wat niet altijd duidelijk is, is dat als je tussentijds dan in de problemen komt, dan geldt nog steeds dat je als het ware netto hetzelfde moet betalen als je bij een vaste rente zou hebben gehad. Als de rente dan omlaag gaat, moet er iets anders tegenover komen te staan. En dat is wat wel eens problemen veroorzaakt. En dat is ook wat heel veel van de situaties die ook schrijnend zijn, die in de pers komen, dan articuleren. Dan komt een MKB-onderneming bij bijzonder beheer van de Rabo en die moeten dan weer die onderneming erbovenop helpen. Nou, ze komen nooit hierdoor bij bijzonder beheer, maar het kan wel zo zijn dat het dan een extra complicatie oplevert, juist in die periode. En we hebben daarvan gezegd, we gaan naar alle situaties terug, we kijken of dat in volle goede intenties daar dat het goede is neergezet, en als het niet zo is, dan zullen we dat corrigeren. Maar het is wel zo dat uiteindelijk heeft het tot doel om een vaste rente te creëren, en dat is wat dan het gevolg is. Dat is de essentie van het product. Oké. De Amerikaanse autoriteiten zijn ook een onderzoek begonnen naar het witwassen in Amerika. Wat is de omvang van deze zaak? Nou, dit is onder de rechter. Of liever gezegd, het Department of Justice heeft daar een onderzoek gestart. Dus daar kan ik onmogelijk iets over zeggen. Maar ze zijn natuurlijk niet voor niets een onderzoek gestart. Dus er is iets aan de hand in Amerika. Nou, dat een onderzoek wil niet zeggen dat iets aan de hand is. Dat ze een onderzoek zijn gestart. Dus u ontkent, of u wilt niet zeggen dat er iets, dat de Rabobank iets te maken heeft gehad met witwassen? Ik kan je met de beste wil van de wereld, ik zou je graag willen bedienen, maar ik kan daar niks over zeggen. U maakt zich geen zorgen over het onderzoek? Ik maak me over de Rabobank geen zorgen. Volgens mij een publieksvraag. Twee zelfs. Dag heer Draaier. Vorig jaar heeft u bij de CER twee ronde tafels bijgewoond, gefaciliteerd ook. En dat ging over de circulaire economie. Ja. Was je erbij? Ik was daar niet bij, maar ik werk nu wel voor de organisatie die dat ook gefaciliteerd heeft op dat moment. Wat ik me afvraag is, u had het over onafgemaakte zaken. Er is toen in die ronde tafels een coalitie bijeengekomen van allerlei stakeholders uit heel Nederland, waarin is gebleken dat een transitie naar een circulaire economie noodzakelijk is. Maar tevens ook dat Nederland een bepaalde voortrekkersrol daarin zou kunnen spelen, omdat we gunstige condities daarvoor hebben. Nu is mijn vraag, hoe ziet u de rol van de Rabobank of van bankwezen in een transitie naar een circulaire economie? Dat is een mooie vraag en dat was ook een mooie bijeenkomst overigens. En ik ben ook echt diep overtuigd van de kansen die er in Nederland zijn om een circulaire economie op te bouwen. Wat we toen gezegd hebben bij die bijeenkomst was, we hebben eigenlijk drie dingen nodig. Er zijn al hele mooie initiatieven, die moeten we meer in het daglicht zetten en versnellen. Misschien moeten we een paar hele grote cases bouwen waarbij we een iets hoger ambitieniveau neerleggen. En daar werd onder andere bijvoorbeeld genoemd, kunnen we niet in Amsterdam een zero waste ambitie neerleggen en kijken of we dat ook kunnen realiseren. En derde wat we toen gezegd hebben is, het is misschien ook wel tijd om een visie voor het land te maken die zegt, wat is nou die circulaire economie voor het land als geheel? Als Rabobank hebben we gezegd, we hebben een duurzame ambitie en een strategie. En wij willen ook bijdragen aan die circulaire economie. Dus we zijn ook op zoek vanuit die duurzame strategie naar investeringsmogelijkheden om bedrijven en klanten te ondersteunen bij hun bijdrage aan de stap naar een circulaire economie. Een fascinerend onderwerp. En dus ik hoop heel erg dat ik nog mag meemaken dat we daar op hele grote schaal bij zijn. Tot me nog een vraag. Ja.
U gaf net aan dat in Australië en Nieuw-Zeeland de klant op dezelfde wijze behandeld wordt als in Nederland. En dat dat de Rabobank zou onderscheiden. Nu presenteerde ABN AMRO een paar dagen geleden ook zijn jaarcijfers. En ook daar zie je dat ze zeggen, die relatie met de klant is zo belangrijk. Maar toch heb ik het gevoel dat op het moment dat erop aankomt, een keer verdiend kan worden, er wordt een hypotheek verstrekt, de klant gewoon het internet opzoekt en daar gaat shoppen waar die de goedkoopste hypotheek kan vinden. Dus ik vraag me eigenlijk af, wat is die klantrelatie nog waard tegenwoordig? Ja, dat is een goede vraag. En dat moet je ook echt gaan verkennen en onderzoeken. Als je daarin duikt, dan zie je dat toch nog het overgrote deel van de mensen die ook heel hard rondshoppen op het internet om de laagste prijs te vinden, dat die dan toch bij een belangrijke keuze in hun leven zeggen, ik wil toch even sparren met iemand om te weten of ik hier nou eigenlijk verstandig aan doe. En dus de kunst is om te zorgen dat je op die momenten er bent, dat mensen de grote keuzes willen maken en moeten maken, en dat ze het gevoel hebben dat je er dan staat in hun belang. En hoe valt dan, ik ben even de precieze naam kwijt, maar hoe valt dan de transitie voor jullie uit dat je dat je tegenwoordig moet betalen voor je advies? Dat is een regel van de AFM. Ja, maar krijgen jullie daardoor meer of minder hypotheek omdat jullie nu ook zelf daarvoor... Nou, je mag best weten, ik ben bij de AFM geweest om hun uit te leggen dat dat een hele foute regel is. En waarom? En niet omdat het in mijn belang is om hem weg te halen, maar omdat dat in feite, als jij een hypotheek wil afsluiten, ik weet niet of je eraan toe bent. Nog niet. Ik gun het je. Maar dan moet jij dus bij wijze van spreken, zodra je naar een bank toe loopt, moet je daar een adviesfee betalen om het hypotheekadvies te krijgen. Ja. Ik vind dat niet verstandig. Ik wil graag dat jij de kans neemt om bij alle banken bij wijze van spreken binnen te lopen of allerlei aanbieders. Ja. En nergens moet de drempel er zijn om advies te vragen. Ja. Want dat is maximale concurrentie. Dat is wat waardevol is voor de maatschappij. Dus ik heb ook tegen AFM gezegd, denk nou eens na over hoe dat specifieke aspect van regelgeving uitwerkt. Ja. Daar zat een doel achter. Dat was begrijpelijk, ja. Maar de uitwerking is misschien niet wat we wensen als land. En dus moeten we dat eigenlijk aanpassen. Want relatie, mag je dan een klant die momenteel al bij de Rabobank zit, daar wel korting op geven, bijvoorbeeld op zo'n gesprek? Nou, daarover vraag je me technisch al, maar formeel heb je daar regels. De regels zijn dat je een tarief in rekening moet brengen wat dekkend is voor de kosten die je maakt om het advies te geven. Ik vind het onverstandig, want wat er dus gebeurt is dat jij, als je bij 3 instellingen wil shoppen, komt je toe, dat je dan 3 keer zo'n fee moet betalen, terwijl je maar 1 keer een hypotheek afsluit. Ik vind dat foute regelgeving, dat moet anders. Uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat je objectief advies kan krijgen, dat je ook garantie hebt dat dat concurrerend is, dat het flink geconcurreerd wordt, en dat jij vrijuit je advies kan ophalen daar waar jij het meeste vertrouwen hebt. We hebben het nu gehad over een veranderende klantrelatie. Nu is er nog iets anders wat aan het veranderen is in de bankenwereld, zeg maar. Heel veel grote bedrijven, zoals Apple en Google, die mengen zich in de het betalingsverkeer, zeg maar. Dus, ze nemen bankierstaken op zich, ze geven geld uit. Ook hebben we te maken met crowdfunding, dus mensen die een project online zetten, ja. En allemaal andere mensen die daar geld voor geven. Het zijn allemaal factoren die het verdienmodel van een bank eigenlijk onder druk zetten. Is het traditionele bankieren misschien failliet? Nee, absoluut niet zelfs. Hè. Dus crowdfunding, overigens, als je nog even teruggaat naar waar de Rabobank vandaan komt, dat is crowdfunding. Wij zijn een peer-to-peer lending coöperatie. Dat zijn we, daar komen we vandaan. Dus veel van die veranderingen spelen wat mij betreft eerder in de coöperatie in de kaart dan dat ze ervan weglopen. Maar zo ziet de klant het natuurlijk niet. Ik zie de Rabobank natuurlijk niet als een crowdfunding. Nou ja, jij zegt natuurlijk niet, maar uiteindelijk, als jij, stel dat jij nu naar een crowdfunding site gaat, en jij kan daar met jouw bedrijf, kan jij daar bij 100 mensen, 1000 mensen een klein stukje een bijdrage in je onderneming ophalen. En dat geeft jou dan de licentie om naar de Rabobank te gaan en zeggen, ja, als jij 1000 via crowdfunding tot stand gekomen investeerders hebt, vinden wij dat daar maatschappelijk draagvlak voor jouw onderneming is. Stel dat we in dat geval zouden zeggen, nou in dat geval willen wij jou wel een aanvullende lening geven, omdat het draagvlak is voor jouw onderneming. Dat is een coöperatieve gedachte, daar willen we aan bijdragen. Ik denk dat daar heel veel te vinden is en daar gaan we naar op zoek. Maar ik wil nog iets over zeggen, dat als wij moeten natuurlijk naar zo'n soort financieringsvorm ook op zoek, en dat doen we vandaag. Als we 1% van al onze uitzettingen per jaar in die richting zouden sluizen, 1%, zouden nog ongeveer 200 keer zo groot zijn als de allergrootste crowdfunder die op dit moment in Nederland is. Dus het is in omvang is het nog iets wat, het is nog klein. We geloven heel erg in de betekenis van die richting en wij gaan daar natuurlijk in mee, wij gaan daar ook in zoeken. Maar het is nog de vraag of met name bijvoorbeeld crowdfunding, of dat heeft heel veel kracht in de lokale context. Dan geeft de betrokkenheid geeft kracht aan de
investering. Die crowdfunding moet nog door de cyclus van het gaat een keer fout. Wat gebeurt er dan als het groter wordt? Dus wij zoeken heel erg proactief naar hoe kunnen we ons daarop inzetten. Wat zijn de vormen waarin wij daar een betrokkenheid op kunnen krijgen als het groter moet worden? Want wij willen dat het groter wordt. Nou, dat is één van de grote vragen. Het tweede wat je vroeg is over PayPal en Apple Pay en dergelijke. Het is een feit dat dat soort spelers ook stappen in alles wat met transacties te maken heeft. En daar moeten wij ook echt naar kijken, want dat is ook een belangrijke. PayPal is voor ons ook een partner in onze My Order venture. We hebben een prachtige venture die gaat over hoe je makkelijker kan betalen met je mobiele. Daar is PayPal een partner in. Dus wij kijken ook naar dat soort spelers als potentiële partners in ontwikkelingen. Betalingsverkeer wordt op een of andere manier gecommoditiseerd. Daar is geen twijfel over. Dus de uitdaging voor de toekomst is, wat vormt nou je relatie met een klant? Is dat betalingsverkeer nog? Is dat nog wel zo? Of zijn er andere basis waarmee je met die klant een relatie hebt die waardevol is? Heeft de Rabobank vanuit deze coöperatieve gedachte een voorsprong binnen crowdfunding en ik denk dat het relatie van crowdfunding en peer-to-peer hebben wij een voorsprong. Eigenlijk in ons wezen, want dat is wat we zijn. Maar niemand heeft nog de echte ideale oplossing om het in te pakken in te bouwen in een grote bank. En dus hoe ga je om met het feit dat het klein maar hard groeit in een grote bank? Hoe ga je ermee om dat daar heel veel mensen om een kleine venture heen zitten, terwijl je dan als het fout gaat, de Rabobank dan verantwoordelijk wordt gezien en zijn stempel heeft gegeven aan iets wat misschien niet zo'n goed krediet was. Hoe gaan we om met dat soort... Dus er zijn heel veel keuzes die we nog moeten maken. Het vindt vast zijn plaats. We komen daar met een antwoord. Maar we zijn echt heel actief aan het zoeken naar vormen waarin we mee kunnen samenwerken. Ik wil nog heel even terug naar die grote bedrijven zoals Apple. Apple heeft volgens mij iets van $200 miljard over. Ze weten niet precies wat ze ermee moeten doen. Ze gaan nu ook dividend uitkeren, want ze hebben gewoon geld te veel. Ja. Ziet de Rabobank zichzelf in een rol als tussenpersoon? Dus Apple heeft $200 miljard, de Rabobank staat ertussen en die zorgt ervoor dat dat weer bij de bepaalde klanten komt. Ik vind het een creatieve gedachte. Maar wij hebben een balans van ongeveer 600 tot 700 miljard. Iets meer geld. Iets meer geld. Ik doe er meer mee. Dus ik begrijp de vraag, maar... Bent u niet bang dat het bedrijf het zelf gaat doen, zoals Apple? We hebben geld te veel, nou, dan gaan we maar leningen verstrekken aan mensen die dat graag willen. Mensen die een heel goed technologisch idee hebben. Kijk, ik ben een groot bewonderaar van die onderneming. Ik mag hopen dat het geld op een plek komt waarvan zij denken dat het zo goed is voor technologische ontwikkeling en innovatie en ondernemerschap. Ik heb daar heel veel vertrouwen in. Dat moeten ze vooral doen. Maar je ziet nog steeds heel veel, uiteindelijk om terug te komen waarmee ik ben begonnen. Je ziet nog wel heel veel toekomst in het traditioneel bankieren. Absoluut. Kijk, de vraag van net ook, hè, van u blijft in de MKB-segment. Kleine ondernemingen, grote ondernemingen hebben behoefte aan investeringsondersteuning bij hun expansie, bij hun groei. Dat is traditioneel bankieren. Kredietverlening aan een ondernemer die wil groeien. Een hypotheek verstrekken aan een persoon die zijn eerste huis koopt. Een spaarrekening bieden voor mensen die een spaarcenten ergens willen neerzetten. Ook al is de rente laag. Dat zijn basale functies. Daar is een generieke behoefte aan. Dat blijft. De kunst wordt om daarnaast te zoeken naar nieuwe vormen. Om mensen met crowdfunding-achtige verbindingen te leggen. Adviesfuncties te verlenen. Maar ook internationaal te kijken waar je met onze strategie op de voet- en agri-terrein nieuwe klanten kan bedienen met aantrekkelijke producten rond voet en AG. Oké, meneer Dyer, helaas zijn we alweer door de tijd heen. Ik wil u nu tot slot nog een allerlaatste vraag stellen. En dat is, wat wilt u nou de studenten meegeven die later ook CEO van de Rabobank willen worden? Nou kijk, ik ben zelf heel erg gedreven door uiteindelijk een maatschappelijke bijdrage leveren. Dat heb ik altijd gedaan. Daar ben ik mee begonnen toen ik, denk ik, 3 jaar, 4 jaar bij McKinsey ben begonnen. Ik heb altijd naast mijn werk allerlei dingen daarnaast gedaan die dat tot doel hadden. Uiteindelijk zie ik dit ook als een eindpunt van die ontwikkeling. Van aan de ene kant heel erg bezig met het beter maken van bedrijven, via McKinsey. Beter maken van de economie, via de SER. Beter maken van een bank. Maar daarnaast loopt een hele sterke lijn van maatschappelijke betrokkenheid. En ik mag hopen dat studenten die nu in de collegebanken zitten, nadenken over niet alleen hoe ga ik een baan krijgen en een loopbaan, maar liefst in mijn geval, of in hun geval, een ondernemer worden. Maar hoe heb ik ook een betrokkenheid en een verantwoordelijkheid voor de maatschappij als geheel? Ik denk als je die twee dingen in jezelf verenigt, bij alles wat je doet, en je hele loopbaan door, dan kom je op prachtige plekken terecht. Oké, bedankt. Dankjewel. Helaas moeten we dus hier afsluiten. Volgende week hebben wij geen sessie vanwege de midterms. En die week daarna hebben we wel een sessie op de Amsterdamse carrière dagen.
Als je ons wilt volgen, kan dat op Facebook door ons te liken of even op de site te kijken, roomfordiscussion.com. Hartelijk dank voor jullie bezoek en ik wil nog graag een warm applaus voor Wiebe Draaier. Dankjewel. Dankjewel, goed gedaan. Hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Ja, ik kan geen cadeaus aannemen, dus ik, die moet je maar aan de... Nee, die neem maar, geef die maar aan de initiatiefnemers. Ja.